Dan deze schoenen die jullie net al zagen. Eindelijk mijn eten. Dit is het eerste wat ik eet vandaag. Kijk, zo ziet het eruit. Hè. Het klinkt volgens mij heel erg hol. Nou, ik heb een soort van mijn droombank voor later gevonden. Als twee basic meiden weer lekker carpaccio. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 28 april. Eigenlijk moet ik goedemiddag zeggen, want het is al gewoon 1:30 volgens mij. Ja, precies. Ik heb me snel gedoucht en heel snel wat aangetrokken omdat ik de hond uit moet laten. Dat moet even gebeuren en daarna ga ik me verder klaarmaken. Wat ik vandaag ga doen weet ik nog niet echt. Gewoon eigenlijk een lekker rustig dagje denk ik. Omdat de twee dagen hiervoor best wel druk waren vanwege Koningsdag en Koningsnacht. Nou, ik ben nu Brody aan het uitlaten. En het is echt vies weer. Het is de hele tijd aan het misteren, aan het regenen. Terwijl het gisteren echt zo mooi was met Koningsdag. Dus jammer dat het niet eventjes gewoon zo bleef. Ik ben ook de hond aan het uitlaten op mijn nieuwe schoenen. Ik heb deze schoenen dus eergisteren bij de Nike Store gekocht. En ja, dat heb ik helemaal nog niet laten zien wat ik daar gekocht heb inderdaad. Ik was een tijdje terug naar de Nike Store, naar de outlet. Want mijn moeder heeft eens in de zoveel tijd zo'n family pas dat je nog 50% korting krijgt. Dus ga zo even laten zien wat ik heb gekocht. Wat ik gekocht had bij de Nike Store is deze witte trui. Die vond ik sowieso wel gewoon heel erg leuk. En bij mij op werk moeten we wit aan. Nou ja, dat is gewoon het mooiste. Dus dacht ik van, nou dan komt deze gewoon helemaal van pas. Dan heb ik nog sokken gekocht. Het zijn allemaal verschillende sokken, zeg maar. Het was een setje van 3. En dat is deze. Daar staat alleen maar Nike, Nike, Nike op. Nou, hier staat bijvoorbeeld Just Do It op. En op die dan ook, die horen bij elkaar. En op die ik, nee, niet nu aan heb, maar met Koningsdag. Want er zit natuurlijk oranje in. Stond volgens mij alleen zo'n gewoon normaal Nike teken op. Dus dat is ook heel erg leuk. Volgens mij gaat mijn hond nu net weer drinken als ik dat aan het vertellen ben. Ja, dan deze schoenen die jullie net al zagen. Maar ik zat dus heel erg te twijfelen tussen deze en een ander paar. En ja, ik wilde ze ook niet allebei kopen. Dus het was er van welke zou ik dan kopen. En toen zei mijn moeder, oh die zijn echt heel erg leuk. Dus uiteindelijk heeft mijn moeder dus de ene en heb ik deze. Maar die kan ik nu niet laten zien, want die heeft ze aan. Maar dat zijn dus Jordans, maar dan niet met het Nike logo erop, maar echt van Jordan. Het lijkt wel heel erg op gewoon de normale Jordans. Alleen, ja, dan zonder het Nike logo. En die is wit met een beetje een gele zon. Die was ook heel erg leuk. Dus dat waren mijn dingen. En de rest hebben natuurlijk ook heel veel dingen, maar dat ga ik niet laten zien. Ik heb een soort van een beetje klaargemaakt. Ik heb nog steeds geen make-up op. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Maar ik ga met mijn vriendinnen naar de film. Dan is het toch donker, dus ik hoop ook vooral dat ik niemand tegenkom. Maar ik weet alleen even niet hoe die film heet. Iets met Frankrijk. Op vakantie naar Frankrijk. Een Nederlandse film die nieuw is. Dus dat is wel heel gezellig. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ben weer thuis. Ik ben dus bij de film geweest, maar ik heb daar niks gefilmd. Want het was echt best wel druk. En ja, ik vind het dan ongemakkelijk om mijn camera erbij te pakken. Van, jee, we zitten nu bij de film. Maar het was op zich gewoon een leuke film. Was even gezellig weer met de meiden. Dus ja, leuke avond gehad. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 29 april. En ik ben al heel erg druk bezig geweest met Perry Fashion. Ik heb alle retourtjes, heb ik zeg maar, gerefund. Maar nu moet ik nog alles opruimen, want het ligt hier echt nog als een of andere ravage. Ik zal het jullie even laten zien. Nou, hier ligt een hele stapel. En hier op de grond ligt echt van alles. En ik moet het allemaal gaan opruimen. Ik zit ondertussen in de auto. En we hebben lekker het dakje open. We zijn eerst even tanken. Maar we gaan naar Volendam rijden. Ik heb net trouwens de pakketten weggebracht. En nu gaan we even visje halen in Volendam. Want daar hebben we echt zin in. Het is ook echt mega druk in Volendam. Maar we gaan wel lekker even visje halen nu. Eindelijk mijn eten. Dit is het eerste wat ik eet vandaag. En zit heerlijk hier zo aan het water in de zon. Genieten. Oké, net boodschappen gedaan. En ik ga dus dit namaken. Het ziet er echt lekker uit. Alleen ik doe hem dan nog even in een tosti-ijzer. Want dat is wel heel erg lekker. Dus dat ben ik nu aan het maken. Ik heb hier alles gesneden en dan gaat hier straks de hamburger op. Nou ja, net op het filmpje, zeg maar. Ik sta hier bij de Purmerijn, een theater, zeg maar. Want ik ga vanavond naar Daniel Arends. Heel erg veel zin in, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, gaat sowieso wel grappig en leuk zijn. Dus. Maar ik denk dat ik niks kan filmen. Want ik denk dat ik ook niet dat ga doen. Want ik zit ook op rij 2. Dus ik hoop sowieso niet dat ik gepakt word. Want daar heb ik echt geen zin in. Goedemorgen. Het is vandaag zondag 30 april.
Ik was gisteren dus naar Daniel Arends en ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb echt gelachen, dus dat is mooi. En nu ben ik alweer helemaal klaargemaakt, gedoucht, alles. Want ik moet vandaag werken. Ik moet om 9:30 beginnen, dus ik moet er vandoor. Maar ik word dus heel chill naar Noord gebracht. Echt zo fijn, want dan hoef ik alleen nog maar met de metro. Dus dat is echt super chill. Nou, ik loop nu alweer naar Amsterdam en het wordt dus echt vet mooi weer. Dus ik denk dat het mega druk gaat worden op werk. Maar we gaan het zien. Het is alweer eventjes later en ik ben ondertussen thuis en heb al heerlijk avond gegeten. Ik had vandaag dus heerlijk gewerkt. En ik ben nu eventjes mijn video aan het editen van de vorige week. En daarna ga ik denk gewoon lekker chillen, want ik moet morgen dus weer werken. Dus gewoon lekker rustig avondje denk ik. Dat is ook wel even lekker. Het is vandaag maandag 1 mei en ik moet weer werken vandaag. Ik heb, nou ja, nu niet meer echt, maar ik had echt zoveel haast. Want ik was mijn haar aan het wassen onder de douche, want het was echt nodig. Dus ik heb het nu nat in een vlecht gedaan. En nou, toen moest ik mijn make-up nog doen en ik had echt nog maar een kwartier. Ik moet nu ook echt over 4 minuutjes weg. Maar ik heb het gehaald en ik heb ook gewoon echt alleen een shirt aan van het koekenmannetje, want ik heb het zo warm. Dus ik hoop dat dit voldoende is. Ik heb gewoon dit erover, want ik vind het verder niet een hele leuke outfit. Maar ja. Nou, we zijn er weer bijna. Dus dat is helemaal top. Ik ben eindelijk thuis. Volgens mij zie ik er echt verwilderd uit. Ik heb echt 9 uur lang gewerkt. Ik was ook echt pas 6:30 klaar. En het was de hele dag door super druk. Toen verviel mijn metro. Toen verviel mijn bus. Toen verviel nog een keer mijn bus. Maar er stonden wel heel veel mensen bij de bus die ik ook kende. Dus dat was wel uiteindelijk nog steeds wel gezellig. Zijn we in een andere bus gestapt die niet naar mijn huis ging, maar toen ben ik daar opgehaald. Ik ben helemaal buiten adem ook. En nu wordt er heerlijk voor mij gekookt. Er wordt gewoon lekker een pokeball gemaakt. Het is echt heerlijk. Ga maar jullie laten zien. Kijk, zo ziet het eruit. Echt heerlijk. Ik heb zoveel trek. Ik ben ondertussen, ja, ik klink volgens mij heel erg hol. Omdat ik in een leeg huis sta, namelijk thuis van mijn zus. En ik dacht, ik ga het even aan jullie laten zien. Het is echt super leuk. Dus ik sta nu in de badkamer. Wacht even. Nou ja, je komt hier binnen. Ik draai even om. En dan zit hier dus de badkamer. Dit ben ik. En hier is de douche. Er wordt heel veel geluid achter mij gemaakt. Best wel grote douche ook nog. En dan ga je hierheen. Dan heb je hier een kamer. Het is geen licht alleen. En dit is dan de slaapkamer. En dit is het uitzicht. Ik draai eventjes om. Ja, ik heb niet een hele grote lens, dus het past er niet allemaal op. Nou, dan gaan we er weer uit. Dan heb je daar weer de voordeur. En dan heb je hier de wc. Ook best wel groot, gewoon veel beenruimte. Nee, heb je hier nog een inhammetje. En dan ga je dus door naar de woonkamer. Er staat dus echt nog helemaal niks. En dat ziet er zo uit. Daar kom ik net vandaan. En hier heb je dan een balkon. Hier ziet het uitzicht nog beter. Nou, nu ga ik weer naar binnen. En dan heb je hier de keuken. In een inhammetje. Oh ja. En hier nog een opslagruimte waar ze de droger en de wasmachine zo gaat neerzetten. En voorraad of zo, denk ik. Dus dat is het. Super leuk. Ik ga jullie, als ik hier ben, gewoon een beetje het proces laten zien. Vind ik zelf ook leuk. Maar ja, het is nu van haar, maar ze heeft nog geen spullen. Dus ze kan er nog niet wonen. Maar ze is nu wel op zoek naar alles. Een bank, een tv, een tafel, whatever. Dus ja, heel leuk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 2 mei en ik kom net uit mijn bed zoals je ziet. En mijn moeder heeft een heerlijk broodje bij de Hema gehaald. Dus ik ga even lekker ontbijten. Kijk, heerlijk een broodje met kip en er zit ei op, dus lekker. Ik heb me klaargemaakt, alleen ik had mijn haar gisteren nat in een vlecht gedaan. En het is nu echt een beetje, ja, raar. Dus ik moet eigenlijk even stylen, maar ik heb daar niet heel veel zin in. Maar ik ben wel alweer bezig met het filmen weer. Ik moet namelijk vandaag weer filmen voor de Social Jungle. En nu weer voor de lipstick van Miroda. Dit is volgens mij de felrode. Ja, dit is de felrode. En er is ook nog een, oh, die heb ik nu trouwens op. Ik weet niet meer of je er goed op zit, maar een beetje nude kleurtje. Ik moet ook echt andere nagels. Ik heb nog steeds oranje van Koningsdag. En mijn hele duim is ook, als hij scherp stelt, ja, kapot aan het gaan. Niet schrikken met mijn rode lippenstift. Maar dit gaat er zo moeilijk af. Ik heb trouwens ook even koffie gemaakt. Want daar had ik echt onwijs veel zin in. En het zit zelfs hier.
op mijn hand. En het gaat er letterlijk alleen af met make-up remover. Dus ik moet goed gaan boenen en echt mijn haar gaan stylen nu. Of iets anders in mijn haar doen, want het ziet er niet uit. Maar goed, ik ben zo lui. Tussendoor heb ik even de pakketjes ingepakt. Het ligt nu hier op de grond. Het is hier ook echt een puinhoop weer. Maar goed. En ik heb ook leuk nieuws, want mijn zus gaat natuurlijk het huis uit over een paar weken, denk ik. Wanneer ze alle spullen heeft en ja, gewoon ready is om daar te kunnen slapen, eten en whatever. En dan ga ik waarschijnlijk boven op zolder, waar mijn ouderskamer nu is, een kantoor maken. Die zit naast mijn kamer. En mijn ouders nemen dan de kamer van mijn zus, zeg maar. Ik ga jullie wel even laten zien. Kijk, hier is de trap en dan is hier zeg maar een halletje. En dat is mijn kamer. En dit is de kamer van mijn ouders. En hier wil ik dan eigenlijk het liefst een kantoor maken. En eigenlijk heb ik hier, zeg maar waar ik nu dan weer sta, ook al een soort van kantoor. Maar het is het net niet, want dit zijn niet de Paddy Fashion kleding. Dit is gewoon mijn kleding. En Paddy Fashion ligt boven op rekken en in een kast, gewoon in mijn kamer. Dus dan heb ik het gewoon allemaal op één plek, dus dat is heel erg fijn. Het is woensdag 3 mei en ik sta op het punt om weg te gaan. Ik ga namelijk met mijn zus mee voor een bank kijken in haar nieuwe huis. Dus dat is super leuk. Nou, we zijn er. Het was iets van een uurtje rijden. En we gaan nu dus kijken naar een bank. Zo, wat een lelijk licht. We lopen hier nu binnen. Maar ik word echt helemaal gek, want ik zie overal van die leuke teddystoelen. Ik ga het zo wel laten zien. En ik hou natuurlijk echt een teddy. Ik wil later ook echt een teddybank. Nu zie ik er dan weer echt geen heen. Maar net zag ik er zoveel. En ik zit echt te twijfelen om hem gewoon mee te nemen en één in mijn kantoor te zetten. Want ik vind het gewoon echt super mooi. Ze zijn ook niet heel erg duur dus. Hier staan al net geen leuke banken, maar zo ziet het er dus een beetje uit. Overal staat wel wat. Nou, ik heb een soort van mijn droombank voor later gevonden. Ik vind dit echt helemaal geweldig. En hij staat ook zacht, maar hij is wel heel diep. Maar zo mooi. Mijn zus is een soort van uitgekomen. Het wordt een soort van deze bank. Kijk, dit is het stofje. Echt fucking mooi. Maar dan iets andere uitvoering. Want deze is te groot voor bij haar. Op de plek waar ze hem wil hebben. Dus het wordt zeg maar wel zo. En dan tot dat kussen ongeveer. En dan neemt ze nog een poef die ervoor kan. Dus dan kan je er sowieso wel met z'n drieën op. Maar ze woont toch alleen. Nou ja, als er mensen over vervoer komen is het wel fijn dat ze kunnen zitten. Maar wel echt super mooi. Alleen het duurt dus wel gewoon echt 3 maanden of zo voordat die bank geleverd wordt. Dus dat is het enige wat ze heel kut vindt. Omdat ze natuurlijk zo snel mogelijk in wil. Maar ja, daar moeten we dan nog maar even iets op bedenken. Want ja, ze moet wel een keer weg binnen die 3 maanden. Kijk, ik heb deze stoel net gevonden. Als soort van bureaustoel. Ook een beetje teddyachtig. En ik mag hem gewoon hebben voor 50 euro. Hij staat hier bij de uitverkoop. Dus die neem ik mee. Helemaal leuk. Ik ben thuis. Het was echt een beetje een gedoe om hem in de auto te krijgen. Want we hebben hem niet uit elkaar gehaald. En ik moest ook nog een heel groot kleed in van mijn zus. Zeg maar zo'n vloerkleed. Maar we hebben hem en ik ga hem nu even goed laten zien in wat mooier daglicht. Kijk, hier komt hij natuurlijk niet te staan hoor. Maar hij kan ook draaien. Tenminste niet helemaal, maar hij kan zeg maar die kant op. En hij gaat altijd weer terug naar het midden zeg maar. Maar gewoon dat je even kan draaien als je wat wil pakken of zo. Maar ik ben er echt super blij mee. Ik vind hem heel mooi. Mijn moeder heeft net bij Kippie even wat broodjes gehad. En ik wilde een broodje kip kroket. En ik heb er 2 genomen omdat die broodjes best wel klein zijn. Dus dat ga ik nu even eten. En daarna ga ik weer verder aan de slag met waar ik gisteren mee bezig was. Met die lippenstift zeg maar. Om weer verder te filmen. Ik moet er nog 3 en dan ben ik lekker klaar. Ik ben helemaal klaar met het filmen. Ik heb er niks van gefilmd, want ik probeerde het zo snel mogelijk te doen. En ik vond deze haarband dus weer. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het moet stylen. Want met los haar staat het bij mij dus niet leuk. Bij iedereen staat het echt amazing, maar bij mij gewoon niet. Dus ik heb het nu zo, maar wat vinden we hiervan? Het is vandaag donderdag 4 mei. Ik heb net al het een en ander gedaan voor Paddy Fashion, de pakketten ingepakt. En ik heb zo afgesproken met een vriendin van mij, Julie. We gaan lekker even op het terras zitten en eventjes een rondje in de stad lopen. Kijken of ik nog wat leuks kan vinden voor morgen. Want ik ga namelijk morgen naar Verbond, Amsterdamse Verbond. En ik weet nog niet wat ik aandoe. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in, want ik zie Julie echt veel te weinig. Dus ik heb helemaal zin om haar weer te zien. Dus dat is even gezellig. Dit is de outfit. Ja, let niet op die retourtjes die hier liggen. Maar ik weet niet of ik dit aanhou of het te warm is. Ik doe sowieso geen jas aan, maar het is wel echt super warm buiten. Het kan 20 graden worden, dus ja, misschien switch ik nog even van outfit. Oké, ik ben toch even geswitcht naar dit lange mouwtopje met deze jas. Want dat andere was denk ik wel echt veel te warm.
En dit is een iets zomers lookje. Nou, we hebben lekker als twee basic meiden weer lekker carpaccio. Hadden we echt zin in. En ik heb echt honger, dus eerst wat ik eet vandaag. Oké, ik ben nu nog even aan het shoppen. En ik heb dit giletje aan en het is wel heel erg cute. Nou, ik ben weer thuis, want Julie moest ook werken strakjes. En het was echt super gezellig. En we hebben ook even geshopt. Ik heb er niet echt iets van gefilmd, maar ik laat wel even zien wat ik heb gekocht. Ik heb dit mesh topje gekocht. Heel erg cute. En ze hadden hem ook in het blauw en in het roze. En ik twijfelde heel erg tussen die roze en deze. Die blauwe was namelijk echt niet mooi. Uiteindelijk voor deze gegaan. En ik moet dus nog steeds kijken wat ik morgen ga aandoen. Ik weet het gewoon nog niet. Dit kan een optie zijn, maar ik heb gewoon geen leuke broek daarvoor. Maar ik ga even kijken. En dan heb ik dat giletje gekocht die ik wel had laten zien in mijn vlog net. Ik doe hem nog wel een keer aan voor jullie. Maar ik was al een tijdje op zoek naar zoiets. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. Het maakt gewoon net even je outfit wat leuker. Dus dat is heel erg leuk. En ik zit denk ik te denken om oranje nagels eraf te halen. Want ik ben er echt klaar mee. Maar ik heb zelf maar één kleur. Maar ik denk dat ik die gewoon even op ga doen. Want het is wel gewoon een hele mooie nude kleur. Dus ik denk dat ik dat nu eventjes ga doen. Oké, hier liggen mijn oude nagels. En ik heb alles even klaargelegd en ik ga deze kleur er dus zo op doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen en ik hoop dat het me weer lukt, want ik ben er niet mega goed in. Het is gelukt! Kijk, ik heb dus gewoon dit nude kleurtje. En ze zitten er echt wel mooi op hoor. Kijk maar, hier zie je het van dichtbij. Ik ben trots. Oké, ik heb mijn nieuwe giletje even aangedaan en ik loop nu heerlijk in de zon. Maar ik ga nu naar binnen bij de IKEA. Want we gaan namelijk voor mijn zus even kijken naar dingen voor in haar nieuwe huis. Ze wil een kast samenstellen en ze wil... ik loop nu tussen de auto's. En ze wil glazen en zo kopen. Dus dat gaan we nu even doen. Ik loop dus nu in de IKEA. En ik zal jullie dit keer even besparen op de toneelstukjes die ik de vorige keer deed. Maar we zijn dus hier in de boekenwinkel. En hier is een bar. Maar ik bespaar jullie dit keer, want... Ik weet niet of jullie het grappig vonden, maar ik had er zelf vooral heel veel lol in. Het is trouwens rustig in de IKEA, dat is niet normaal. Er loopt echt bijna helemaal niemand. Heel erg chill. Nou, mijn zus heeft allerlei bestekdingen en glazen dus gekocht. En nu staan we in de rij, want we moeten weg. Want de IKEA gaat om 7 uur dicht vanwege dodenherdenking. Maar ik wil zelf natuurlijk ook om 8 uur thuis zijn. Nou, daar gaat mijn zus. Ik wil zelf natuurlijk ook om 8 uur thuis zijn, want dat is natuurlijk gewoon... Netjes voor de dodenherdenking en dat wil ik gewoon ook. Dus het is ook goed dat de IKEA om 7 uur dicht gaat. Dit is even een ander beeld, maar ik ben me aan het klaarmaken voor Amsterdams Verbond. Maar ik was de vlog vergeten af te sluiten. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende. Doe even een duimpje omhoog, druk even op het belletje en vergeet niet te abonneren. Doei doei!